Wat je ziet gebeuren is dat door klimaatverandering met name, dat er minder water aangevoerd kan worden over de rivieren. Daardoor neemt het kweldruk toe. De verzilting van de sloten, van het oppervlaktewater, maar ook in het grondwater. En als je dan niet altijd meer zoet water aan kan voeren, ja, dan hebben we een probleem. Met name de agrariërs hebben dan een probleem. Het algemene beeld hier zo is, we hebben geen zoet water. Nou, dit bedrijf van oudsher heeft al wel zoet water, maar zo beperkt. Een akkerbouwer zou erom lachen, laat ik het zo zeggen. Zien jullie het ook, de bolling van de kreekrug? Binnen Kennis voor Klimaat worden kleinschalige maatregelen ontwikkeld om de zoetwatervoorziening voor de landbouw te verbeteren. We willen eigenlijk de zoetwatervoorziening robuuster maken en kijken naar de mate waarin we landbouwers en tuinbouwers zelfvoorzienend kunnen maken in hun watervoorziening. In het project Freshwater Option Optimizer is de opschaalbaarheid van 7 maatregelen onderzocht. Zo wordt in kaart gebracht waar welke maatregel wel en niet kansrijk is. Een van de maatregelen waarbij dit onderzocht is drains to buffer. Hier op Schouwen is er geen mogelijkheid tot wateraanvoer. Dus de boeren moeten het doen met de neerslag die op een perceel valt. Nou, en tijdens hele droge zomers en zeker droge jaren, dan treedt er nogal wat droogteschade op, omdat ze te weinig zoet water hebben. En daar zit ook zoutschade bij. Hè. Doordat we hier dat zoute kwelwater hebben, is die zoetwaterbeschikbaarheid in de wortelzone beperkt. In een deel van de zoute kwelgebieden zijn de regenwaterlenzen zo dun dat er zout in de wortelzone kan komen. Kijk, hier, deze punt, daar meet hij de temperatuur mee. Mm-hmm. En tussen deze twee elektrodes meet hij de glijdbaarheid. Ja, en de glijdbaarheid is een maat voor het zoutgehalte. Ja, klopt. Al op ongeveer 80 centimeter onder maaiveld. En dit is 3,9, dus laat zeggen 4 millisievers per centimeter. Ja. Moet je ongeveer delen door 3. Dus er zit hier al boven een gram chloride per liter. Ja. En dat is ook ongeveer de landbouwkundige grens waarop gewassen kunnen groeien. Ja. Bij de maatregel drains to buffer wordt zout grondwater afgevoerd door middel van regelbare drainage. De drains worden dieper in het perceel gelegd dan traditioneel. Via de verzameldrain stroomt zout grondwater naar de regelput waar het grondwaterpeil ingesteld kan worden. Hierdoor kan de zoetwaterlens groeien tijdens regenbuien, waardoor de kans op zoutschade in de wortelzone afneemt. Ook is er meer zoetwater beschikbaar tijdens droogte. Hier hebben we de regelputten van de drainage, de nieuwe drainage die we hebben aangelegd. En met deze buizen kan je dus het peil regelen. Dus je zet deze erop. En bepaalt deze hoogte tot welke hoogte de drains pas gaan afvoeren. Dus als de grondwaterstand boven dit niveau staat, ja, dan gaan de drains afvoeren. Dus dit is een bepaalde hoogte en die nu geïnstalleerd heeft. De boer heeft dus gekozen voor een wat hoger peil nu, om het water zo lang mogelijk vast te houden. En je ziet ook dat hè, als je in die buis kijkt, dan staat het water dieper dan aan de buitenkant. Ja, dat scheelt wel een centimeter of 20, 30 misschien. Ja. Nou zie je daar het water er allemaal uitlopen. Ja. Met hoeveel centimeter groeit de zoetwaterlens hier, schatten jullie? We schatten in en de modellen laten zien dat als je het drainageniveau 30 centimeter verlaagt, dat de lens ook zo'n 30 centimeter kan groeien. Ja. Maar dan moet je wel het peil van de drain hoog zetten. He, want als je hem laag zet, dan trek je de grondwaterstand omlaag en dan krijg je juist veel meer kwel. Ja. En dan treedt er ook droogteschade op voor het landbouwperceel. Ja. En dat kan die boer zelf regelen? De boer kan het zelf regelen hiermee. En ik denk dat we hem nu weer erop moeten zetten, anders dan verlies je te veel water. Ja. Prima. Aan de hand van verschillende fysische factoren is gekeken waar drains to buffer toegepast kan worden. Door het combineren van deze gegevens is een geschiktheidskaart opgesteld. Onder andere de Wieringermeerpolder in Noord-Holland blijkt zeer geschikt. Nou, met name in het noorden van Noord-Holland worden bloembollen geteeld. Dat zijn teelten die goed zoet water nodig hebben. Als dan het water te zout wordt en de ondergrond te zout wordt, ja, dan
ondervinden zij schade. En daardoor willen we kijken van wat de mogelijkheden zijn om toch zoet water te hebben, om zuinig te doen met zoet water. Ja. Wat is die kast precies? Wat zit daarin? Hier houden jullie de grondwaterstand en het zoutgehalte in de gaten? Of? Ja, in die kast zit een datalogger en die slaat de meetgegevens op. Mm-hmm. Die komen hieruit. En met dit apparaat wordt dus elk half uur op verschillende dieptes, elke 10 centimeter wordt daar het zoutgehalte gemeten. Wat ik altijd zo gaaf vind aan dit perceel, is dat je... Dat je gewoon dus bewijs hebt dat hier zout de kwel omhoog komt. Hè? Want je staat hier in de sloot. Deze plant, dat is zeeaster. En die groeit eigenlijk heel erg graag buiten dijks. Die heeft gewoon zeewater nodig. En dan ga je 50 centimeter omhoog. En dan zitten de wortels van de aardappelen en het graan en de uien. Hè? En ja, je ziet dat die twee verschillende wateren heel dicht bij elkaar zitten en dat het door die dunne zoetwaterlens die er bovenop draait, die regenwaterlens, voorkom je in het perceel, wordt voorkomen dat dat zoute kwelwater in de wortelzone terechtkomt. Ja. De landbouwers en tuinbouwers die kunnen hun bedrijfszekerheid vergroten met dit soort type maatregelen. Het is een van de opties voor ons om te stimuleren bij de agrariërs. Het kan ook betekenen dat ze kunnen overschakelen naar andere gewassen die misschien wat meer zoet water verlangen, maar dan hebben ze dat zoete water ook beschikbaar. Dit onderzoek loopt nog. We weten de modellen laten zien dat het werkt. In het veld gaan we nu kijken of het ook echt in het veld werkt. En dan weten we ook of deze maatregel dus ook voor de boeren geschikt is, zodat ze zeg maar zowel nu, maar ook voor in de toekomst tijdens droge perioden voldoende vocht in de wortelzone hebben en voldoende zoet water. Voor uitgebreide informatie over dit onderzoek zie www.deltaproof.nl. Deltaproof geeft praktische antwoorden op de kennisvragen van waterschappen.